5000, dat is het aantal mensen wat jaarlijks door verkeerd of geen geneesmiddelgebruik in het ziekenhuis belandt. Daar willen we natuurlijk wat aan doen. Helemaal als je bedenkt dat op Europees niveau wel 200.000 mensen overlijden door geen of verkeerd geneesmiddelgebruik. En dit gaat gepaard met 125 miljard aan onnodige zorgkosten. We hebben daarom in 2019 geïntroduceerd dat 18 november de Nationale Dag van de Therapietrouw wordt, waar we dit thema op de kaart willen zetten. We hebben toen op hetzelfde moment in Groningen het expertisecentrum MECON opgericht, wat zich ten doel stelt om therapietrouw op alle facetten van zorg, onderzoek en onderwijs te bevorderen. Op deze dag van de Nationale Therapietrouw willen we dan ook graag een overzicht geven van wat we het afgelopen jaar allemaal bereikt hebben. We zullen focussen op digitale technologieën die specifiek interessant kunnen zijn bij ondersteuning van geneesmiddelgebruik op afstand. Dat denk ik erg handig nu tijdens de huidige coronatijd, waar je toch het aantal contacten tussen zorgverlener en patiënt wil verminderen, maar toch een goede ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast kijken we naar slimme, laten we zeggen, biochemische methodes. Kunnen mensen vanuit huis hun bloedsample nemen of een speekselsample? En daarnaast is natuurlijk de vraag, kunnen we dat dan doen? En dan kunnen we kijken naar verschillende interventies en educatieve methodes, hoe zorgverleners en patiënten samen kunnen komen tot een optimaal geneesmiddelgebruik en zo optimale patiëntuitkomsten, zoals kwaliteit van leven en het voorkomen van verergering van ziektes en ziekenhuisopnames. Ik wens u veel plezier bij het kijken van deze webcast, waar we ongeveer 10 projecten laten zien waar we aan hebben gewerkt. U heeft er vast wel eens van gehoord, e-health, m-health, digital health. En uiteraard zit ook in de ontwikkelingen rondom ondersteuning bij therapietrouw en goed geneesmiddelgebruik, staan de ontwikkelingen niet stil. We hebben daarom een selectie gemaakt van een aantal digitale interventies en meetmethodes om therapietrouw te monitoren en te ondersteunen. We zullen onder andere kijken naar een slim pilpotje, een slimme inhalator en een slimme voorzetkamer. Hallo. Ik ben Suzanne van der Heij en ik ben huisarts in opleiding en ik ben bezig met promotieonderzoek. Helaas ervaart ongeveer de helft van alle astmapatiënten nog steeds veel klachten van hun astma. En ook weten we dat veel mensen met astma hun medicatie niet gebruiken zoals het is voorgeschreven door de arts. Momenteel doe ik daarom samen met collega's van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, het Leidse Universitair Medisch Centrum en GPRI onderzoek naar een slimme inhalator voor mensen met astma. Een slimme inhalator is een elektronisch apparaatje dat je kunt bevestigen op de inhalator. En deze houdt dan bij hoe vaak en wanneer je je inhalator gebruikt. Dit wordt vervolgens naar de smartphone van de patiënt gestuurd en in een app kan de patiënt dan zien wanneer hij dus zijn inhalator gebruikt heeft. De app kan ook herinneringen sturen en patiënten kunnen in de app hun klachten bijhouden. De huisarts kan de gegevens van zijn of haar patiënten vervolgens inzien in een portaal en kan dus inzicht krijgen in de therapietrouw van zijn patiënten. In het acceptance-onderzoek, zo heet dat onderzoek naar de slimme inhalator, gaan we na of zo'n slimme inhalator ook echt effect heeft op therapietrouw. Dus of mensen therapietrouwer worden. Daarnaast kijken we ook naar de astmaklachten van mensen met astma en naar kwaliteit van leven. Nou, mocht je nou meer willen weten over dit onderzoek, dan kun je kijken op www.acceptance-onderzoek.nl. Hi, I'm Samiksha Gimire. I work as a postdoc researcher at University Medical Center Groningen, and together with UMCG and the Elucid Pill Company, we are working on a tool to improve medication adherence. Why? Because patients on medications don't always neatly follow their doctor's prescriptions. Sometimes they might forget a medication or take one too much after they forget or take at the wrong time. So this is why we want to improve medication use and also provide feedback to the patients. And the smart pill bottle does exactly that. It not only dispenses pills at the right time interval, but also provides feedback to the patients or in the form of reminders.
and also updates their doctors with the timestamp at which medication was taken. So we really hope that the smart pill bottle and other strategies will help improve treatment outcomes in all kind of medication schedules for different diseases. Thanks a lot. Dag, mijn naam is Boudewijn Dierik. Ik ben sinds 2003 apotheekhoudend huisarts in Friesland, in Makkum. Onlangs zijn we gestart met de studie Out of Space. In samenwerking met Job van Boven van MECON, de afdeling klinische farmacologie, de afdeling inhalatietechnologie en de afdeling pulmonologie van het Martini ziekenhuis, doen we een onderzoek naar een smart voorzetkamer. De Smart Aero Chamber is een voorzetkamer die wij, of is een elektronisch device wat wij op de normale Aero Chamber zetten. En dit elektronische device kan precies bijhouden op welke wijze een patiënt inhaleert. Het mooie van dit, van deze Smart Spacer is dat we niet alleen kunnen zien op welk moment welk medicament wordt gebruikt, maar ook of de inhalatietechniek goed of slecht is. De data van deze Smart Spacer die worden gebruikt om gepersonaliseerde inhalatieinstructies aan de patiënt te geven. Op deze manier verwachten wij de therapietrouw te kunnen verbeteren, doordat wij de patiënt precies kunnen vertellen op welke wijze hij zijn inhalaties kan verbeteren. Dag, mijn naam is Daan Touw. Ik ben ziekenhuisapotheker in het Universitair Medisch Centrum Groningen en hoofd van de afdeling Laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie. Ons laboratorium ontwikkelt analysemethoden voor geneesmiddelen in patiëntmateriaal. U kent dat waarschijnlijk wel, het meten van geneesmiddelen in bloed of urine. Maar we zijn ook verder aan het zoeken. We zijn onder andere bezig om geneesmiddelen te analyseren in dry blood spots, maar ook in haren. En in haren worden geneesmiddelen maanden tot jaren opgeslagen. En misschien kunnen die haren ons wel iets vertellen over lange termijn blootstelling en langetermijn therapietrouw. In de komende bijdrage zullen een aantal van onze onderzoekers u daar iets meer over gaan vertellen. Veel kijkplezier. Hallo, mijn naam is Tanja Zijp. Ik ben promovendus en ik doe onderzoek naar het analyseren van geneesmiddelen in haren. Haar is namelijk, net zoals speeksel en bloed, een afspiegeling van wat er in het lichaam gebeurt. Waar bloed een momentopname is, kan je met haren over langere tijd kijken en ook terugkijken in de tijd. Bij het maken van de haren in de haarzakjes worden namelijk steeds lichaams-eigen en lichaamsvreemde stoffen ingebouwd. En deze kunnen we meten met heel geavanceerde technologie in hele kleine hoeveelheden. En omdat we weten dat haar ongeveer 1 centimeter per maand groeit, kunnen we zo ook gefaseerd terugkijken in de haren, dus in de tijd. I'm Zon Rotelize, a PhD student in the field of bioanalysis, therapeutic drug monitoring and clinical toxicology at the University of Groningen. I would like to share with you my research project on pharmacokinetic-based adherence measure on antiretroviral. This is an observational study in HIV-infected patients in Indonesia being treated with tenofovir. This project aims to answer the research question on how to measure adherence objectively using plasma and non-invasive biological samples such as dried blood spots, urine, and saliva, and will be compared to a medication event monitoring system and a self-reported questionnaire. I hope this study will provide valuable feedback for HIV patients. Hi, ik ben Herman Veenhoff, ik ben apotheker en ik werk aan een methode waarbij patiënten thuis hun bloed kunnen afnemen. Transplantatiepatiënten die slikken geneesmiddelen die hun immuunsysteem onderdrukken. Als je te veel van die medicatie inneemt, dan heb je het risico op infecties omdat je immuunsysteem te veel wordt onderdrukt. Als je te weinig van die middelen inneemt, dan loop je het risico dat je nieuwe nier bijvoorbeeld afgestoten wordt. Je wil dus precies goed zitten met de dosering van die middelen. Nou, hoe weet je of je goed zit? Door een bloedspiegeltje te prikken van die middelen. Nou, dat zorgt ervoor dat patiënten heel erg vaak naar het ziekenhuis moeten om een bloedspiegel te meten. En zeker transplantatiepatiënten
zijn extra kwetsbaar, ook in coronatijd. Dus wat hebben we voor ze ontwikkeld? Thuisprikken. En dat heet de dried blood spot methode, gedroogde bloedspotjes. Het is niks anders dan met een prikkertje een gaatje maken in je vinger, een beetje bloed op het kaartje doen, even wachten en met een gewone envelop naar het ziekenhuis sturen. Wij kunnen niet alleen de geneesmiddelspiegels meten die belangrijk zijn, maar ook de creatinine en die geeft de functie van de nier weer. Wij hopen hiermee transplantatiepatiënten te helpen, te beschermen en ze ook eigen controle te geven, ook meer over hun eigen inname, over hun eigen bloedspiegel, zodat zij ook zeker weten dat ze goed zitten. We hebben nu een aantal hele mooie manieren gezien hoe je therapieontrouw kunt vaststellen. Maar de grootste uitdaging is natuurlijk daarna, hoe kunnen we dat vervolgens verbeteren? We hebben dan verschillende manieren van educatie, communicatie, maar ook persoonlijke interventies. En in het volgende blok zullen we een overzicht geven van een aantal projecten wat we op dit vlak hebben gedaan binnen ons Therapietrouw Expertise Centrum. Hi, my name is Sofa Alfian. After graduating from PhD trajectory at the University of Groningen in October this year, I'm working as a lecturer and researcher at the Universitas Padjajaran Indonesia. We develop a low-cost targeted and tailored pharmacist-led intervention to improve adherence in Indonesian population that can be integrated into community pharmacy workflow. Patients in the intervention group receive a tailored intervention based on their adherence barriers such as forgetfulness, lack of knowledge, lack of motivation, and or other drug-related problems. We develop a paper-based adherence wheel that can be used by pharmacists to support them in identifying and classifying patient adherence barriers. The paper-based adherence wheel can be easily spin like this. And each color corresponds with each identified adherence barrier. For example, if the patient identified with forgetfulness, the pharmacist can use this adherence wheel into choosing the recommended adherence strategies, such as reminder or habit-based strategies. From this study, we conclude that this low-cost pharmacist-led intervention aimed at non-adherence diabetes patients substantially resulted in an improvement in medication adherence. That's all for me. Thank you and bye. Ik ben Paul Brandt. Ik werk aan het beter begrijpen hoe besluiten over behandeling in de spreekkamer van de arts tot stand komen. In mijn werk als kinderarts besteedde ik veel tijd en energie om aan kinderen en ouders uit te leggen wat de chronische ziekte van hun kind precies was en waarom het dagelijks nemen van medicijnen zo belangrijk was. Dat werkte maar zo. Veel ouders vinden het namelijk afschuwelijk om elke dag medicijnen aan hun kind te geven. Pas toen we daarover met ouders in gesprek gingen en met de kinderen, werden ze echt gemotiveerd om de medicijnen dagelijks te nemen. Hieruit heb ik geleerd dat bij het nemen van een medisch besluit niet alleen de kennis en de vaardigheden van de dokter belangrijk zijn, maar dat je altijd ook moet meenemen wat de ziekte en de behandeling voor de mensen zelf betekenen. Waar ze zich zorgen over maken, wat ze graag willen, wat ze willen voorkomen of vermijden. Echte aandacht dus voor het perspectief van de patiënt, zodat je samen met de patiënt tot het besluit kunt komen dat het beste bij de patiënt past. Samen beslissen heet dat. En dat moet volgens patiënten en artsenorganisaties het standaardmodel worden voor besluitvorming in de spreekkamer van de arts. Daar zijn we alleen nog lang niet. Artsen passen nu samen beslissen nog niet of nauwelijks toe. Wij onderzoeken hoe dat komt en wat we daaraan kunnen doen. Als we beter begrijpen hoe artsen samen met hun patiënten tot een besluit kunnen komen wat voor beide partijen voelt als het beste besluit, dan kunnen we therapietrouw bevorderen en behalen we betere resultaten met onze behandelingen. Hallo, ik ben Willem Cox en een van de leden van MECOM. Als huisarts en hoogleraar inhalatiemedicatie zie ik helaas vaak pufjes niet op de juiste manier het juiste effect hebben, omdat ze niet worden gebruikt of niet op de juiste manier worden gebruikt. Een pufje nemen lijkt eenvoudig, maar om een pufje goed te nemen zijn soms wel 20 stappen nodig. Eigenlijk weten we niet goed welke stappen er nu essentieel zijn en waar we onze training op moeten vestigen. Daarnaast hebben mensen voldoende kracht nodig om de meest gebruikte groep pufjes in Nederland, de droogpoederinhalatoren, op de juiste manier te gebruiken. In het Pivotal-onderzoek,
Een onderzoek dat wij als GPRI hebben opgezet en uitvoeren in 6 landen en waar zo'n 1200 patiënten met COPD aan meedoen, gaan we een inhalatiekracht meten en een video maken om te zien hoe zij hun puffjes gebruiken. Daarnaast kijken we naar hoeveel longaanvallen ze hebben gehad en hoeveel klachten ze hebben. En kijken we in detail naar therapietrouw. Door dit onderzoek hopen wij volgend jaar meer inzicht te hebben in hoeveel mensen de puffjes gebruiken die bij ze past. En welke fouten in de inhalatietechniek nou de belangrijkste zijn om aan te gaan pakken. Hierdoor kunnen we zorgen voor betere keuzes voor de medicijnen die bij de patiënten passen. En daarmee de impact van longziekte op patiënten met COPD te verminderen. Zodat hun dagelijkse klachten minder worden en het daarmee beter gaat. Hoi, ik ben Roland Paske, promovendus bij Rijksuniversiteit Groningen en het NIVEL op het OnTrack onderzoek. En ik ben Marcia Vervloed, senior onderzoeker bij het NIVEL. En samen met Lisette van Dijk, Annemiek Lin en Job van Boven begeleid ik Roland bij zijn promotieonderzoek. Nou, waarom nu OnTrack? We weten al dat inhalatiemedicatie vaak niet optimaal gebruikt wordt. Enerzijds omdat patiënten vaak onbewust fouten maken bij het inhaleren. Maar ook omdat ze niet altijd met regelmaat de medicatie innemen. Bijvoorbeeld omdat ze de noodzaak er niet van inzien. Nou, dat leidt tot slechtere gezondheidsuitkomsten en ook meer zorggebruik en dus meer zorgkosten. We willen dit graag verbeteren door de begeleiding van de apotheek te optimaliseren. We willen hierin zowel apothekersassistenten als patiënten handvatten geven om het gesprek in de apotheek goed aan te kunnen gaan. We trainen apothekersassistenten in patiëntgerichte communicatie rondom de inhalatiemedicatie en we besteden aandacht aan het geven van een goede inhalatieinstructie. Vervolgens kijken we bij de vervolguitgifte of we het gesprek kunnen verbeteren door zowel apothekersassistenten als patiënten dit gesprek te laten voorbereiden, zodat dit aansluit bij de vragen die leven bij de patiënt. We doen dit met subsidie van ZonMW en in samenwerking met verschillende veldpartijen, waaronder de Longalliantie Nederland. Ook werken we samen met de Universiteit van Utrecht. We hopen dat we met OnTrack de kwaliteit van inhaleren, therapietrouw en uiteindelijk ook de kwaliteit van leven van patiënten met astma en COPD kunnen verbeteren. Bij vragen, neem dan vooral contact met ons op.